Hey, dag reviewvrienden. Hoe is het daar? Hier is prima. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laten we even gaan kijken. Spannend. Nou, dat is helemaal niet spannend. Brekers. En wat zijn brekers? Brekers zijn van Melkunie. Het zijn een soort snelle smoothies die je in je bakjes kan spuiten als je onderweg bent naar iets. Zijn ze lekker? Ik heb er weinig goede ervaringen mee, om het eerlijk te zijn. Maar dat is wel zo, omdat vroeger had je zo'n mueslibreker. En daar zaten dan ook stukjes fruit in. En als je die dan tot je nam, had je het gevoel dat iemand in je mondje stond over te geven. Dat is echt heel raar en vreemd en vies. Misschien is dat geweest, hè? Je moet niet alleen maar in het verleden leven, ook naar de toekomst kijken. Eens kijken welke smaken we hebben. Persik yoghurt met zonnebloempitten. High protein. Framboos granaatappel. En yoghurt van 0,9% vet. En och jezus, daar is hij weer. De cheesecake. Wat is er toch in hemelsnaam bij die bedrijven gebeurd dat elke toko een cheesecake variant wil? Waarom? Why? Why? Dat is een hit uit de jaren 90. Why? Van Annie Lennox. Zoem maar op, die zong het iets beter. Wat ik wel interessant vind, is dat hier heel hoog wordt geschreeuwd high protein. En dat de yoghurt minder vet is. De cheesecake dat zal wel bunkeren van vet en suiker. En de persik, dat zal er wel gaan. Dus even kijken. Voedingswaarde, even kijken. De calorieën van deze, die dus no sugar added, is 53. Dus per 100 gram, hè, 53. Dan is die van cheesecake alweer 92. Ja, moet je eens even nagaan vergeleken met deze. Ongelooflijk, 92. En dan... En de persik yoghurt met zonnebloempitten is 105. Daar zitten dus meer calorieën in dan in de cheesecake variant. Dat komt omdat van de 100 gram bij de cheesecake er 11 gram suiker in zit. En van de 100 gram bij de persik zit er 12 gram suiker in. Dit zijn dus suikerbommen. Hier zit dus geen suiker in. En ja, dat scheelt gelijk een hoop. Laten we gelijk bij de proteïnearmen maar eens beginnen. Kijk, dat draai je dus dan zo open. En dan, ja, dan spuit je het leeg in je mond. En er komt een soort... dit komt eruit. Een soort witte blubber. Nou Jan... Wat vind je ervan? Van de framboos proef je vrijwel niets. Wat meestal bij de framboos wordt gedaan als ze framboos ergens ingooien, is pitjes erin smijten. Dan denk je, ah, pitjes, poep, zeg je hersenen, framboos. Hier zit ook geen pitjes in. Dat komt omdat er 4% framboos in zit en 4% granaatappel. Dus er zit 92 niet granaatappel en framboos in. En dat proef je wel, want je proeft het namelijk niet. Heel ver weg een beetje framboos. Waar de granaatappel is gebleven, mag Jozef weten. Nou, dan gaan we naar de cheesecake. Ha, daar had ik even trek in. Jezus, die stinkt al verschrikkelijk naar cheesecake. Ziet eruit als de rest, gewoon een soort witte latex. In de cheesecake zit dus naast verschrikkelijk veel suiker, frambozen puree, gemalen koekjes. Dat begrijp ik wel, want in cheesecake zitten ook gemalen koekjes. Alleen, dit smaakt en ruikt volledig naar hele muffe gemalen koekjes die ze in de yoghurt hebben gesodemieterd.
Ik weet het niet. Maar daar zit ik niet op te wachten. Het is echt een hele doffe, muffe, gore smaak. Het heeft met cheesecake echt vrijwel niets te maken. Ik bedoel, er zijn ook wel eens dingetjes met cheesecake smaak die ik uiteindelijk lekker vind. Maar deze is echt ongekend smerig. Gemalen koekjes. Hoe verzin je het? Nou, en dan gaan we naar de suikerknaller. De persik yoghurt met zonnebloempitten. Nu vind ik toevallig persik lekker, yoghurt lekker en zonnebloempitten lekker. Dus ik denk dat dit een homecomer wordt. Behalve dan dat het helemaal bok en bok vol met suiker zit. Dat zou ik heel erg moeten vinden, maar meestal is dat wel goed voor de smaak. Kijk, in dat zappie zit heel veel zonnebloempitjes in. Heel veel. Dus het schiet in, dus een soort vloeibare yoghurt. Schieten de zonnepitten zo met je keel in. Zijn die zonnepitten vies? Nee, die zijn nog gewoon lekker. Die zonnepitten proeven ook gewoon goed. Die zijn niet buff geworden. Er zitten er veel in. En dat is ook wel een keer leuk dat er iets in zit wat erop staat. Ja, deze is dus wel lekker. En dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat ik van persik hou en dat ik zonnebloempitten niet vervelend vind. Maar qua smaak smaakt die inderdaad naar persik. Waar deze eigenlijk naar niks smaakte. En deze naar muffe gore koekjes. Dus deze is eigenlijk wel lekker. En het leuke is dat je van deze drie het gevoel hebt dat deze het gezondste is. Maar dat is hij dus niet, want hier word je het meest dik van. Hier word je denk ik ook gewoon dik van, hoor, daar niet van. Maar echt lekker is hij niet. Maar deze is gewoon smerig. Tijd voor de belangrijkste bij Jan Reviews. Tijd voor de cijfertjes. We kunnen er heel kort over zijn. De Breaker Cheesecake, die is nieuw. Die kunnen ze ook gelijk weer uit de schappen halen. Want die is namelijk niet te vreten. Het is te smerig voor woorden. Ik zou niet eens weten wat ik hierover moet zeggen. Dan behalve dat het verschrikkelijk naar vieze oude muffe rotkoekjes in yoghurt smaakt. En daar zit grond op te wachten. Het heeft niks met cheesecake te maken. Het is gewoon een belachelijk product. Ik kan hier ook niet meer dan een 2 voor geven. En dat is een punt voor de moeite. Hè? De tweede is niet vies. Is ook niet echt lekker. Daar zit geen suiker bij. Dat hebben ze een beetje gezond proberen te maken. Maar daardoor is het wel smakeloos geworden. Want de framboos proef je bijna niet. En waar de granaatappel is, weet ik ook niet. Maar ja, het is eigenlijk een beetje een smakeloos sapje geworden. Maar helemaal niet vies. Die krijgt gewoon van mij een 6. De Breaker Persik met zonnebloempitten, die krijgt van mij een 7. Want die is gewoon lekker. Ja, dat is gewoon prima. Zonnepitjes zijn wel veel, maar lekker. De persik smaak is goed. Alles is goed. Maar waarom dan niet een 8 en een 7? Omdat ik het concept een beetje niks vind. Om zo'n zakje in je bek leeg te spuiten. Dat is misschien handig voor forensen en dat soort types. Maar voor mij hoeft het niet. Ik heb liever gewoon een bakje en een lepeltje als ik zoiets moet eten. Wat liever ook niet doe. Nou, dat was het dan. Hè? Lekker. Nou, dag.